Afgelopen januari heb ik school voor een week achter me gelaten en ben samen met mijn familie naar de Poolcirkel gegaan. In deze serie zien jullie precies wat ik er allemaal heb bezocht en gedaan. Dit is Groenland op reis. We begonnen de dag al heel erg vroeg. Of nou ja, vroeg. Als je om 5 uur 's ochtends het vliegtuig pakken vroeg noemt, dan wel. Ivalo was trouwens wel een van de kleinste vliegvelden waar ik ooit ben geweest. 1 landingsbaan en 2 van die bagagebanen. You're weird, Annabel. Ik zie mezelf. Hallo. Die avond was er een grote kans op het zien van het noorderlicht. Na heel veel twijfelen, omdat we toch allemaal wel heel erg moe waren, zijn we uiteindelijk toch meegegaan met een touringbus. En met succes. 5 lagen aan. En een broek. Maillot. En zo'n legging ding. En 3 paar sokken. En nog zo'n pak. Oké, tot ziens. Ja, doei. Jammer genoeg is het noorderlicht niet te filmen, dus heb ik er alleen foto's van kunnen maken. Het was een ongelofelijke eerste dag. We hebben heel veel dingen gezien, maar iedereen was ook heel erg moe. Dus ook ik ben in slaap gevallen. Groenland op reis. Groenland, kom op. Sorry hoor. De volgende ochtend gingen we naar het Wild Spirit Park. Hier waren enorm veel verschillende dieren, zoals huskies. Ik kan er echt helemaal niks van lezen. Ja, een brug voor niks. This is empty. Our red fox, she died. Oh, 2.5 weeks ago. Oh. Ooh. Hello. Hello. Van onze rondleidster mochten we zelfs even in de kooi. I'll stay on the snow. Yeah. Snowy part. Yeah. Can I go inside? Okay. Yeah. Hello. Oh, hij is zo cute. Oh, oh, oh. Wat? Je haar bevriest. Dit is terug. Het was een aan het verloren. Lijken ongemerkt weer hier verzorgd wat ze hier hebben. Hallo. Oh, oh, oh. Oh. Ja. Het is wel leuk. Zo schatje. Ach, gozie. We like so much. Je moet wat doen voor je mooie shots. Zo. Oh, hij is wazig. Het is best wel koud. En dat zie je ook aan mijn gezicht. En het is nu min 21 graden. Maar het is wel heel mooi. Ik had trouwens echt graag een glidecam willen hebben. Want 1, het is dit veel beter. En 2, dan heb je ook gewoon een hele mooie shots. Zeker met die honden, die springen dan op de camera en zo.
En dat is heel tof. Volgens mij is de taxi er al. Ja. En goodbye. Moet mooi kijken. Ja. Fuck. Dat mag je ook niet. Oké. Ja, ik stond op jouw schoen. Na onze wandeltour nam onze guide ons mee naar een tipi waar we een vuurtje gingen stoken. Oh ja, 's nachts ging het brandalarm af in ons hotel en kwam de brandweer. Ik mag gewoon veel meer, dus dat is leuk. Oh, maar terrein. Tom. Dat zijn veel. Die denkt ook, wat zijn dit voor toeristen? Nooit. Heerlijk. Ja, nou, dat was het. De volgende keer in Roeland op reis. Bedankt voor het kijken. Klik links om te abonneren en klik rechts voor de volgende aflevering.